What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. Which I've been to something. Herman Fingers. No idea what it says. But let's see what we got. Seriously, shout out to Frank for the request. I appreciate you. We got the subtitles in there. Let's see what we got. Klokslag 10 uur. I heard he worked for some sort of mental institution. Einde van een grappenmakerij. The end of joking around. Ik hoop dat u mij een beetje steunt, want dit is heel serieus werk. En het moet goed gaan, want ik zit nog in mijn proefperiode. Het 3 jaar met een stagiaire. Een ogenblikje, mevrouw. Ik pak even een pen en papier erbij, want ik zit nog in mijn stageperiode. Don't tell them that. Ik ben een stagiaire bij 3 jaar. Nee, mevrouw, dat geeft niet, hoor. U kunt praten over wat u me wilt. Jawel, ik ben een stagiaire, maar dat maakt niet uit, hoor. Geeft niet, mevrouw, dat het een heel erg zwaar onderwerp is. Nee, hoor, ik ben wel de stagiaire, maar dat maakt niet uit. Zegt u het maar. Uw man heeft zelfmoord gepleegd. Ja, en wat is het probleem? Mevrouw... Oh, this is not good at all. Ik raak helemaal in paniek nou. Ik weet helemaal niet of ik dit werk wel moet doen. Ik raak geweldig in paniek. Zet hem op de zaalversterking, dan kunt u allemaal meeluisteren. Misschien kunt u mij een beetje helpen. Ik weet helemaal niet of ik dit wel moet doen. Riaag met de stagiaire. Ja, meneer. Hier met Anna van der Waal. Anna van der Waal. Ik maak een moeilijke periode door momenteel. En kunt u ermee omgaan, mevrouw, denkt u? Jawel hoor. Ik probeer ondanks alles het positieve van het leven in te zien. Ik heb het gevoel, mevrouw, dat ik met een ervaren en wijs iemand spreek. Zeg maar jij hoor. Jij hebt het gevoel. Dat gaat helemaal niet goed. Ik voel het wel. Dat gaat verkeerd aan doen. Wat, Anna, is het positieve dat je van je verdriet hebt geleerd? Dat je moet genieten van iedere dag. Je moet genieten van iedere dag. Ja, want 2 jaar geleden is mijn man overleden. En daar geniet je nog iedere dag van? Oh, I could see we're a little bit of a dark humor, huh? He's either really terrible or really good. Calm down. Wat zegt u? Je man is overleden. Ja, 2 jaar geleden. Hoe oud is je man geworden, Anna? Hij is 65 jaar geworden. Sorry, Anna, wat zei je? Mijn man is 65 jaar geworden. Nou, van harte gefeliciteerd. Van harte gefeliciteerd. Dat je alles positief bekijkt, toch? Ja, ik bekijk alles altijd positief. Alles positief. Hoe moeilijk dat ook is. Mm-hmm. En ik sta er helemaal alleen voor. Mm-hmm. Omdat mijn man dus is overleden. Ja, dat zei je. Is het afscheid gegaan zoals je graag had gewild? Ja hoor, ik bewaar daar hele goede herinneringen aan. Kijk, dat is altijd fijn. Bij de crematie zijn er wel een paar dingen gegaan op een manier waarvan ik achteraf zeg, dat had anders moeten gebeuren, maar daar ga ik me nu niet meer naar over zitten maken. How can that go wrong? Maar dat weet je voor de volgende keer. Dat doe ik helemaal niet goed, No, you're not. At least die mensen helpen. To understand. Maar je kunt wel mensen willen helpen, maar dan moet je het ook nog eens kunnen. Ik weet niet of ik dit wel kan. Ik wil dat wel, maar ik flap er gewoon maar van alles uit. En dat moet je geloof ik niet doen in de hulpverlening. In de hulpverlening moet je er niet zomaar van alles uitflappen. In de hulpverlening moet je eerst goed bedenken wat je eruit wil flappen. En dan moet je wat anders zeggen. Dat is heel belangrijk. Zal ik u wat vertellen? Dit is verschrikkelijk moeilijk werk. Dit is veel moeilijker werk dan deze flauwekul hier die ik gewend ben. Ja, heel ander werk. Dit is zelfs een compleet andere wereld dan deze wereld hier die ik gewend ben. Ja, dit is ook compleet anders denken. Verdriet is niet altijd leuk. No, it's not. Nee. Nee. Verdriet kan ook heel erg zijn. You just figuring this out? That's it. That's it. That's the whole video. I need more. I know that more happened after this. No, we're going to have to check out some more Herman Fingers. He got that dark human that I definitely need sometimes. Shout out. Seriously, I appreciate it.
Bring in somebody new to the fold. Smash the like button if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Tell the next one. I'm out of the combustible. You guys be happy, healthy, safe. But let me to the boo, the back.